Sophie is een leerkracht in het basisonderwijs. Waar zij 10 jaar geleden slechts enkele uren per week spendeerde aan administratief werk, is dit vandaag verdubbeld. Daar wordt Sophie niet echt gelukkig van. Sophie is helaas geen uitzondering. Maar liefst 49% van de leerkrachten in OESO-landen stelt dat te veel bureaucratie leidt tot stress. En ook andere beroepen hebben last van bureaucratie. Samen met mijn collega's onderzocht ik waarom en wanneer bureaucratie ons ongelukkig maakt. Wat blijkt? Bureaucratie maakt ons ongelukkig omdat het leidt tot vervreemding. Een leerkracht wil lesgeven. En de meerwaarde van al dat papierwerk voor de leerlingen is niet altijd even duidelijk. We duwen als het ware mensen weg van de essentie van hun job. Daarnaast viel op dat bureaucratie die wordt gecreëerd door de organisatie zelf, bijvoorbeeld in het kader van trainingsaanvragen of evaluatiegesprekken, een negatievere impact geeft dan bureaucratie gecreëerd door de overheid. Uit ons onderzoek blijkt tevens dat er heel wat variatie is in de impact van bureaucratie over organisaties heen. Met andere woorden, heeft bureaucratie niet overal dezelfde impact. Maar waarom? Wat zijn verklarende factoren? Spelen cultuur en politiek een rol? Gaat het vooral over goed bestuur, management en leiderschap? Of zijn individuele factoren sterk bepalend? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om multidisciplinair onderzoek, waar juristen, psychologen, sociologen, politicologen, bestuurskundigen en economen samenwerken. Bureaucratie is noodzakelijk. Het biedt een juridische houvast in een bijzonder complexe en volatiele wereld. Maar als bureaucratie een bron van stress is voor cruciale beroepen als leerkrachten, helpt het ons ook niet echt vooruit. Daarom is ook onderzoek naar bureaucratie belangrijk, zodat we het complex fenomeen beter kunnen begrijpen. En dit begrip kan ons helpen om gemotiveerde leerkrachten zoals Sophie toch vooral gemotiveerd te houden.